Sta je oog in oog met een man met een pistool, komt er ook nog een man met een groot mes aan. Beelden nu van een korte maar hevige overval op een tabakzaak. Hoogvliet bij Rotterdam heeft zijn eigen metrohalte. In de hal onder de perron zit een gemaks- en tabakzaak met de toepasselijke naam Het Hoogvlietertje. Maandag 12 september, iets na 6:30 s'avonds, staat de 55-jarige eigenaresse een van haar vaste klanten te helpen. Net als ze de kassa open heeft gedaan, stormt er een jonge man met een wapen binnen. Ze heeft amper tijd om het allemaal te beseffen wanneer er al een overvaller met een mes bij komt. Hier zien we de situatie nog een keer. De man met het pistool, vinger aan de trekker, haalt de kassa leeg. Even later komt de overvaller met het camouflagejack. Kijk hoe groot dat mes is. De vrouw was vooral bang voor dat vleesmes. Hij pakt pakjes sigaretten en propt ze in een donkere tas. Ondertussen graait de ander nog wat drinken mee, lijkt het. De onderneemster twijfelt nog wat ze moet doen. Maar zowel zij als de klant blijven maar zo stil mogelijk staan. Tot ook de tweede het metrostation weer in verdwijnt. Beide overvallers worden tegen de 20 geschat. Ze hadden hun gezichten bedekt met sjaals en grote brillen. De overvaller in het helderblauwe trainingsjack met de Adidasbroek leek tenger. De man met het camouflagejack was wat breder gebouwd. De een overvaller droeg deze vrij opvallende handschoenen met logo. Die kunnen misschien ook een aanknopingspunt zijn. Er is nog gezien dat ze op de fiets vertrokken, dus misschien komen deze twee uit de buurt van Hoogvliet. Heeft u ze toen gezien of vermoedt u wie het zijn? Dan horen we graag snel van u.